Veel mensen vinden de ontwikkelingsgerichte benadering van het leven nogal abstract. Het is inderdaad waar dat het woord ontwikkeling niet zo concreet is zoals auto, huis of, of een weg. Eh, ontwikkeling is eigenlijk een filosofisch idee. Ik heb natuurlijk methodiek verzonnen die het concreet hanteerbaar maakt, zoals de ontwikkelcirkel om met teamontwikkeling aan de slag te gaan, of het forkmodel dat je kunt toepassen in individuele coaching. Nu, dat, de essentie zit echter in een idee en een attitude die daarmee gepaard gaat. En dat heb je ook te pakken als je echt die benadering wil omarmen. Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit de etymologie ontwikkelen. Ja, inderdaad, vroeger hadden ze geen kartonnen dozen om zaken in op te bergen. Dierbare voorwerpen werden ingewikkeld in doeken. En ontwikkelen was dan de wikkels eraf doen zodanig dat het dierbare tevoorschijn kwam. Dat tevoorschijn komen, dat idee, kunnen we ook dus gaan toepassen op alle andere identiteiten. Je kunt persoonlijke ontwikkeling bekijken. Dat is je persoon, je eigen uniciteit die tevoorschijn komt gedurende je levensloop. Je kunt kijken naar een team, hoe dat een team zijn eigenheid, zijn identiteit kan vinden doorheen alle in invloeden en, en bijdragen. Je kunt kijken naar organisatieontwikkeling. naar de samenleving die zich ontwikkelt. naar een cultuur, een beschaving. de mens die zich ontwikkelt. Overal gaat het over diezelfde basishouding. Dat is kijken zoals een grootouder kijkt naar een kind, naar een kleinkind. En, en dan geniet van dat kind dat in de kiem al een aantal kenmerken heeft. en dat door de invloeden vanuit de omgeving zoekt naar een bepaalde vorm. naar een bepaalde. Profilering en positionering. En het ontstaan van die vorm, dat is de identiteit die zich ontwikkelt, die een vorm krijgt doorheen de levensloop. En in die levensloop misschien ook uitgedaagd wordt om van vorm te veranderen op een bepaald moment. En dan krijgen we die ontwikkelingsfasen. Ontwikkeling is eigenlijk een attitude om te genieten van die schoonheid, van het ontstaan, het emergent. Tevoorschijn komen van wat zo in, in het unieke is van iets. Die warme, liefdevolle houding, dat kijken, getuigen zijn van wat er tevoorschijn komt, dat is de essentie van de ontwikkelingsgerichte attitude. Dat is de basis van alles. Daarna komen de methoden.